paarden draaien de baan op. En de start is gevallen. Ja, een droomstart voor de favoriet. Die gaat er gelijk vandoor. Neemt de leiding. We zien een galopade in het achterveld voor Huggy Moco. We zien ook een galopade voor paard nummer 8. Love You BR. En wat meer paarden met wat moeilijkheden. Maar de favoriet niet. Die is er vandoor. Heeft de leiding stevig in handen. En dat is Marco Swish. Uitgeschakeld nummer 6. De nummer 6. Marco Swish heeft de leiding met op de tweede plaats dan paard nummer 5, Jeanne d'Arc. En die wordt dan, een galopade voor Heke Juela. Uitgeschakeld nummer 1, de nummer 1. In derde stelling gevolgd door Danny den Dubbelde met zijn nummer 4, Gucci Shadow. En daarachter dan weer een kluwe van paarden die het een beetje om elkaar heen moeten sturen. Maar het komt allemaal goed. Met nog twee rondes te gaan. De nummer 9. Uw favoriet gaat er vandoor. Dat is paard nummer 3, Marco Swish. Met op de tweede plaats dan het nummer 5 van Jeanne d'Arc. Die heb ik net Yves Genoux genoemd. Jeanne d'Arc en daarachter dan Gucci Shadow. En die wordt dan weer op een lengte gevolgd door paard nummer 2, Luna Charisma. En een gat valt er dan naar NLO. Die daarachter dan mee naar voren probeert te komen als ideale gangmaker voor paard nummer 8, Love You BR. Die naar die galopade dan toch weer aardig terug is gekomen. En Inflation die ligt op grote achterstand. Veldje schuift wat in elkaar, maar nog wel achter de rug van de koploper Marco Swish. En nog steeds alle paarden achter elkaar. Als we zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune komen. En er komt wat reactie. Want Frans van der Blonk, die brengt zijn Luna Charisma nu in stelling. En die komt aan de buitenzijde naar voren gereden. Tot schuin naast het derde paard aan de binnenkant. En dat is nog altijd Gucci Shadow. En die Gucci Shadow, die wordt nog voorafgegaan door Jeanne d'Arc. Maar het is aan de kop van het veld Marco Swish. En Marco Swish, die brengt ze zo dadelijk de laatste ronde in. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde Jeanne d'Arc. En aan de buitenzijde Luna Charisma. Daarachter geen meter te veel voor Gucci Shadow. Met in het tweede spoor nog altijd NLO goed geplaatst. En daarachter ook het nummer 8 van Love You BR en Inflation. En dat zijn dan de paarden die hier de prijs onderling gaan verdelen als de deelnemers afkoers op de overzijde van de baan voor de laatste maal. En Frans van der Blonker met zijn nummer 2 Luna Charisma toch een lange aanval van gaat maken. We zien daar de galopade. Maar die moet dan eigenlijk wel gewoon naar buiten genomen worden. En dat gebeurt dan niet van NLO. En dat is dan John Dekker die daar enorm veel last van had. En we zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Met nog altijd aan de leiding aan de binnenzijde Marco Swish. Marco Swish op de tweede plaats aan de buitenzijde Luna Charisma. Daarachter dan aan de reling Jeanne d'Arc, een gigant van een outsider. Hij lag er mooi in. Danny den Dubbelde met zijn nummer 4 Gucci Shadow. Maar die maakt daar dan ook in het heetst van de strijd een galopade. En NLO komt nog een keer terug voor meer. Maar in de laatste rechte lijn moet Marco Swish inderdaad er best wel een beetje voor vechten. Heeft nog wel de lijn in. Maar kijk naar Jeanne d'Arc. Dat zou toch een geweldige verrassing zijn. En een hele mooie pleister op de wonden. Als dat mag lukken voor Raymond Adema. Die komt daar toch hard naar voren. Maar het is de favoriet die het volhoudt. Adema blij met zijn tweede plek. En derde is dan het nummer 2 van Luna Charisma. Maar Marco Swish maakt de favoriete rol daar. Hele mooie tweede is Jeanne d'Arc. De 3 wint voor de 5. En derde wordt de 2. Een en ander is voorlopig.